Liefde staat boven alles. Laat ons even bidden. Trouwe Heer, grote God, dank u wel dat wij in geloof en in vertrouwen weten dat u er bent, overal. En wij weten dat u niet een God bent die in beelden te vatten is. Maar we zijn wel dankbaar voor symbolen. En de witte duiven, de gekleurde duiven die we met z'n allen hebben weten te vinden zojuist, zijn voor ons aandenken van het feit dat u er bent. Overal. En we zijn nu dankbaar dat u ook bij ons wil zijn nu dat we even willen stilstaan bij uw woord. Zegen ons daarom, zoals alleen u dat kan. In Jezus' naam. Amen. Men kan Paulus heel veel zaken verwijten. Dat hij koppig was, bindingsangst had, wispelturig was. Hè? Ene moment Jood, ander moment beroept hij zich op zijn Romeins burgerschap. Ik vind hem meestal iets te lang van stof. Ik vind hij gebruikt heel veel woorden. En ik vind hem dus af en toe een beetje langdradig. Maar er is één ding dat wij Paulus niet kunnen verwijten. Wij kunnen hem er juist om roemen. Hij was niet bang. Niet bevreesd om te zeggen waar het op aankwam als het ging om voor of door God. En zoals jullie ondertussen weten, heeft hij in zijn brieven aan de Romeinen, aan de Korintiërs, aan de Efeziërs en aan vele anderen verteld, uitvoerig verteld over deze God die hij in overtuiging diende. Met al zijn macht, al zijn kracht en met al zijn reislust. Ja, hij heeft specifiek in zijn brief aan de Romeinen en specifiek aan de Korintiërs en de Efeziërs verteld over de rol van de Heilige Geest ten opzichte van de gaven die wij krijgen. En we zijn dankbaar dat wij mogen lezen en zien wat hij aan iedere gelovige heeft beloofd. We weten het nog. De volgorde was iedere keer anders. In de ene brief gebruikt hij werkwoorden. En weer een andere brief gebruikt hij zelfstandig naamwoorden om aan te geven waar die gaven dan om draaien. Maar wat hij keer op keer vertelt over deze gaven, is dat zij in te kaderen zijn binnen de liefde. En de liefde waar hij het dan over heeft, is niet de zoetsappige liefde van Jane Austen. Nee, het is juist een werkliefde. Een werkliefde die we weer terugzien, bijvoorbeeld, als we houden van literatuur, in de vriendschap van Sam en Frodo, als je kijkt naar Lord of the Rings. Het is een liefde waar zorg, aandacht, waardering compleet in druisen tegen hoogmoed, hebzucht en egoïsme. Het is een liefde die ondanks menselijke angsten, die angst niet laten bepalen wat of hoe of wanneer men handelt. Liefde, zoals Paulus het zegt in Romeinen 13, vers 8. Als het enige dat wij elkaar verschuldigd zouden moeten zijn. Liefde dat de wet van Mozes volledig vervult. Liefde die je als je je gavenpakket wil inzetten, het juist makkelijk maakt om Jezus leiding te volgen aan het hoofd van het lichaam. En om de ander minstens zo belangrijk en waardevol te beschouwen als jezelf. En dit is misschien iets dat we eng of spannend kunnen vinden. Dit is misschien iets dat door onze achtergrond, eerdere trauma's en andere omstandigheden, beperkingen misschien, heel erg angstig kan maken. Maar laten we even kijken naar deze agape, zoals Paulus het omschrijft. En kijk even met mij mee naar Romeinen 12, vers 9. Romeinen 12, vers 9. Daar staat, laat uw liefde oprecht zijn. En in het Grieks, moet u weten, staat er hier naast het woord agape niet zomaar het woord
oprecht of sincere. Nee, in het Grieks staat het als niet hypocriet. Verbazingwekkend? Daadwerkelijk zien wij hier een woord staan waarbij Paulus zegt, laat je liefde ahypocriet zijn, anti-hypocriet zijn. Ook in Petrus, 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 22, wordt dit woord gelinkt aan de liefde. En wij mogen deze liefde hebben voor onze broeders, voor onze zusters in het geloof. Petrus die schrijft dan ook dat dit een automatisch voortvloeisel is van de waarheid die wij hebben aanvaard in Jezus Christus. Maar Paulus zegt ons nog veel meer over deze liefde. Bijvoorbeeld in de versen tussen Romeinen 12 vers 9 en 21. We gaan hem niet helemaal lezen, maar u vindt hem in uw Bijbel, ongetwijfeld. Want daar zegt hij namelijk weer een heleboel. Hij was toch wat lang van stof, heb ik gezegd, hè? Feit is dat hij meegeeft dat liefde niet zonder gevolg of effect is. Want oprechte liefde, ahypocriete liefde, dat overwint het kwade door het goede, geeft een vijand te eten en te drinken, neemt zelf nooit wraak. Streeft ernaar om in vrede te leven, probeert voor alle mensen het goede te doen. Vergeldt geen kwaad met kwaad. Deze liefde, deze agape is bescheiden, empathisch en zegent degenen die vervolgen. Het bekommert zich om de noden van de ander en het bidt onophoudelijk. Deze liefde is standvastig in tegenspoed en dient God. Deze liefde laat zijn enthousiasme nooit bekoelen en acht de ander hoger dan zichzelf. Deze liefde verafschuwt het kwaad. In een andere brief, ons ondertussen ook bekend, noemt Paulus agape een betere weg. Eén die voortreffelijk kan worden genoemd. Perfect! Wauw! Eén die volgens hem belangrijker is dan het spreken in de taal van engelen. Belangrijker zelfs dan geloof. Belangrijker dan hoop. Volgens Paulus in 1 Korinthe 13 is liefde geduldig, vol goedheid, kent geen afgunst. Blijft zonder ijdel vertoon en is niet zelfgenoegzaam. Het is niet grof of zelfzuchtig. Het is een liefde dat je niet zomaar boos krijgt. Het vergeeft een ander als die fouten maakt. Vindt vreugde in de waarheid. Deze liefde verdraagt alles. Kan met alles worden vertrouwd. Is hoopvol. Geeft nooit op. Vergaat niet. Dit is de liefde waar wij naar mogen zoeken. Dit is de liefde die duidelijk overlappingen kent als je deze twee teksten naast elkaar legt. Maar die ook misschien meteen doen denken aan de woorden die Jezus zelf heeft gesproken op de bergreden. Matthäus 5, 6 en 7 staan daar in uw Bijbel. Die liggen klaar. En als je kijkt, dan zie je één op één dezezelfde gedachten weer terug als Jezus vertelt hoe wij als gelovigen tegenover de wereld en tegenover elkaar mogen staan. Vrede, verdraagzaamheid, geduld, vergeving. Hey, dit zijn ook de woorden die volgens Paulus in Galaten 5 vers 22 tot en met 23 weer te kennen zijn als de vrucht, als het bewijs dat de Heilige Geest er is. Het is deze liefde die alles te boven gaat. En het is dus een werkwoord. Een werkwoord voor degenen die gebarentaal kennen. Het zet ons dus niet alleen aan het denken over de bevrijding die we genieten in Jezus, maar ook over het effect dat ons geloof in Jezus kan hebben in onze omgeving. Daarnaast zet deze agape van God ons dus aan de slag. Niet alleen met de overtuiging en de gave die ons geschonken is, maar boven alles met een aloverstijgende liefde voor allen
die samen met ons op reis zijn naar de wederkomst van Jezus. Nog in het denken, nog in het doen, is er ruimte voor hypocrisie, grofheid, wraakzucht, egoïsme en dergelijke. En ook al benoemt Paulus het niet, wil ik met u delen dat als wij kijken naar de gelijkenis, de parabel die Jezus heeft gedeeld in Matthäus 25, versen 14 tot en met 27, dat wij daar nog één element tegenkomen. Het element van angst dat niet past binnen deze liefde. Want wat zegt degene die het talent begraven heeft? Wat zegt degene die er niets mee heeft gedaan toen de meester wegging? Alleen begraven heeft, verscholen. Vers 25, meen ik, staat duidelijk. Uit angst heb ik het maar begraven. Uit angst durfde ik het niet te investeren. Uit angst. Agape, als het onder leiding is van de Heilige Geest, kan het geen angst kennen. Daar, in het agape geïnspireerd, geestgeleid lichaam, onder aanvoering van Jezus Christus, onze verlosserzusters, broeders, kunnen we uitsluitend slagen. We worden dus aangespoord in Efeziërs hoofdstuk 5, versen 1 en 2, om het volgende aan te nemen en ervoor te gaan. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die Hij lief heeft en ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft gegeven als offer, als een geurige gave voor God. Wij hebben niets te vrezen. Zijn liefde voor ons staat boven alles. Amen. Amen.